Dit is niet hoe jij de wedstrijd had verwacht, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, het is teleurstellend voor ons uiteraard. Als je met alle respect door de amateurclub, als ik het zo mag zeggen, wordt uitgeschakeld. Wat was van tevoren een beetje in de voorbereiding? Waar keek je het meeste naar bij Quickboys? Jullie hebben ongetwijfeld goed voorbereid. Nou ja, inderdaad. Rogier Molhoek, een van mijn assistenten, die was afgelopen zaterdag tegen Lisse, was hier aan kijken. We hadden beelden verzameld, beelden laten zien. Dus we wisten precies wat we konden verwachten. Dan hebben we daar de jongens ook op voorbereid. Dus we hebben gewoon een normale voorbereiding gevolgd. Zoals we altijd doen in de KKD. Ja, dit is geen KKD. Dit is dan beker natuurlijk. Halverwege de eerste helft 1-0. Een beetje een opleving vlak daarna van jullie kant. Maar voor de rest, ja, deed Quickboys zeker niet onder, denk ik, eerste helft voor NAC. Nee, ik vond Quickboys ook in de eerste helft absoluut goed spelen. Wij laten een 1-1 op de keeper laten we liggen. Nou, Quickboys natuurlijk ook een paar kleine kansjes. Nou, Quickboys kwam goed uit de rust. En gelukkig brak toen onweer uit. En daar kwamen wij eigenlijk weer goed uit. Ja. Verklaar je dat dan? Want inderdaad de eerste minuut naar rust. Meteen twee grote kansen voor Quickboys al. Zeg jij het maar. Ik weet het niet. Ja, het is mij onverklaarbaar. Maar ja, daarna zie je dat we komen weer terug. En dan zit je te wachten tot wij die doelpunten gaan maken. Je zit gewoon te wachten op de gelijkmaker. En op meer. En wij moeten natuurlijk van bank. Dus wij geven veel ruimte weg. Dus Quickboys kwam er ook nog een paar keer uit. Dus ja, ik... Liep het daarna wel wat meer zoals je voorzien had? Ook met de wissels bijvoorbeeld die je toepaste. Pakte dat uit zoals je dacht? Ik moest in de eerste helft in de rust al noodgedwongen wisselen vanwege blessures. Nou, dat is dan een gegeven. En dan ga je natuurlijk naar de hand van de wedstrijd waar je nodig hebt, ga je wisselen. Dat is ook een beetje kip en ei verhalen. Bij een 1-0 voorsprong dan ga je vaak, word je wat teruggedrongen en dan ga je ook wat meer achteruit lopen. Dus nemen wij dan in dit geval de overhand. Ja, en wij laten dan na om doelpunten te maken. Zit dat dan, want je speelt toch een amateurclub natuurlijk, Quickboys in zijn vorm, maar zit er ergens toch iets van onderschatting? Jullie hebben het afgelopen week ook goed gedaan. Nee, want ik heb ze echt gezegd van dat Quickboys gewoon echt goed voetbal speelt. Een goed team, een goede trainer, een duidelijke visie. Ja, en Quickboys is van oudsher gewoon een gerenommeerde amateurvereniging. En dat kun je altijd maar blijven roepen en zeggen. Maar uiteindelijk moet het op het veld gebeuren. Best wel supporters van jullie ook meegekomen vanuit Breda. Ik kan me voorstellen dat het ook voor hen heel teleurstellend is zo'n avond. Ja, zeker. Die mensen komen natuurlijk helemaal uit Breda in een klote weer. En die gaan natuurlijk zeer teleurstellend naar huis, zoals wij teleurstellend naar huis gaan. Dus ja, het is voor iedereen helemaal klote. Ja, behalve voor ons dan. Behalve voor jullie, ja. Zijn er bepaalde jongens bij Quickboys in bijzonder opgevallen ook bij jou? Zeker. Meteen een extra contract wordt vanavond aangeboden, hoop ik, vanuit de Quickboys kant dan. Ja, dat is aan jullie. Ja, dat is aan. Ja. Verder, ja, je kan, ja, flauw misschien, maar je kan dan weer focussen op de competitie. Maar ik had me kunnen voorstellen dat je echt wel ambities ook in die beker had gehad. Nou ja, kijk, wat voor ons ook belangrijk is, dat wij in principe iedere wedstrijd willen winnen. Dat is één. Ten tweede, sinds ik het overgenomen zijn we met iets bezig. We onder mijn lijn nog niet verloren, dus dan wordt het proces... Ja, kan verstoord worden nu, want ja, je moet maar kijken hoe dat zich gaat vertalen. A, in blessures. En B, hoe we dit fysiek en mentaal gaan verwerken. Want ja, tenslotte moeten we naar Doetinchem vrijdag. Ja, is gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd. Dus ja, zo'n nederlaag als vandaag kan daar wel een verkeerd gevoel voor geven. Tot slot, hoe heb je de ambiance hier vanavond beleefd? Ja, leuk. Ja, superleuk. Ja, maar dat wist ik ook. Nee, het is hartstikke leuk dat er heel veel mensen komen. Een leuke voetbalsfeer is. En een mooi vuurwerkshow vooraf. Alleen, wij staan aan de verkeerde kant van de score. Dus dat is heel vervelend. Ja, je koopt er niks voor. Nee. Dankjewel. Alsjeblieft.